deze play-offs. Ook in de halve finales tegen Mazeik, hier in het blauw. Mazeik sinds jaren niet in de top 2 geëindigd na die reguliere competitie. Afvragen of liever wachten hoe dat thuisvoordeel nu zal uitdraaien in het voordeel van Lennik of Mazeik. Mazeik dat nog steeds kans maakt uiteraard om in de finale te staan. En hier de hoofdscheidsrechter Johan Callens, vorig seizoen nog uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Hij moet hier alles in goede banen leiden. Dit zijn beelden uit de tweede set. De eerste set ging vrij vlot naar Lennik. 25-20 werd het voor Lennik. Beelden dus uit de tweede set. En hier werd het net 2-5 voor Mazeik. Dankzij Kay van Dijk, de boomlange Nederlander, 2 meter en 14, de grootste speler in België. Die ook kon profiteren van een netfout bij Lennik. Ricardo de Paula, snoeihard. De Braziliaanse hoofdaanvaller bij Lennik, die wel niet tot scoren komt. Heel weer de Paula. Een plaatsballetje opgevangen door de Amerikaanse libero bij Mazeik Lamburn. En weer de Paula. Niet voorbij het blok van Horstink. En Paulides. En dan Joosen. Die de bal ver uitslaat. Maar hij heeft het anders gezien. Volgens hem was die bal nog aangeraakt. Vandaar dat hij dat ging claimen bij de lijnrechter. En hij krijgt er een gele kaart voor dat protest. Bal niet aangeraakt op dat beeld dan toch. Kay van Dijk weer. En dan Dragan Radovic, de Sloveen bij Lennik. Een van de twee vaste middenblokkers die de bal uitslaat. Geen al te best begin in de tweede set voor Lennik. Het stond dus 1-0 voor in sets. Maar Mazeik recupereert goed en verdedigt goed. Even meeluisteren tijdens de time-out van Lennik. And we stay together. All right, that's the only way we're going to keep this game winning. Keep winning this game. Give it your hand, guys. Give it your hand. We have the whole game. Come on, guys. Samen zijn we sterk, dat is de boodschap van de Amerikaanse coach, trainercoach bij Lennik, Mark Lebedoux. En hier al een beste bewijs. Kijk naar die uitbarsting bij Monzio. Nog een Braziliaan bij Lennik. Braziliaanse middenblokker. En hier stoïcijns kalm Anders Christiansson, de trainer van Mazeik, die dus al heel het seizoen de coaching overlaat aan zijn twee collega's. Eén daarvan ziet hij daar rechts onderaan staan, Vital Heijnen. Hier een mooie fase, gevechtsvolleybal. Goed verdedigend werk bij Lennik. Plaatsballetje van Kuzinski, maar wordt hier gestuit. Oei. En dat is Ricardo de Paula, die is blijven liggen. Hier gaan we iets beter zien wat er fout gaat. Ai, 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 die linker enkel. Hij landt op die linkervoet, al zijn gewicht steunend op die enkel. En dat is natuurlijk zeer pijnlijk. En meteen een beetje paniek bij Lennik, want De Paula is toch de man waar alles van afhangt. Nog eens die pijnlijke fase voor Ricardo De Paula. Meteen wordt daar ijs bij gehaald. Bij Lennik zien ze hun kansen op een plaats in de finale meteen verkleinen. Alhoewel, De Paula, hij kan nog blijven staan. Kan er nog op steunen op die linker enkel. Dus het ziet er toch nog goed uit. Want Lennik wil zo graag een finale plaats in deze play-offs. Het geeft quasi zekerheid voor een ticket in de Champions League volgend seizoen. De kampioen en de bekerwinnaar in België zijn namelijk rechtstreeks geplaatst. Is dat één en hetzelfde team, dan gaat het tweede ticket naar de verliezer van de play-off finale. Hier een misser van Tim Joosen. En zo wordt het 17-22 in die tweede set. Iets wat hij normaal gezien wel kan, Tim Joosen, op die manier de bal over het net krijgen. Hier Luis Monzio nog eens
18-22. De tweede set is toch niet helemaal verloren voor Lennik. Maar het zal dan nu toch moeten gaan gebeuren. Service van de Amerikaan Scott Tuzinski. Naar Stoikov. De Bulgaar Stoikov bij Mazaik. Die ook scoort bij de Vleet. En die mag ook gaan serveren, Stoikov. ...18-24 wordt het hier. De Paula afgeblokt door Horstink. De Paula toch nog niet helemaal 100% na die lichte blessure. Want het moet zeker zijn gevolgen hebben gehad. Op dat moment zo net. Maar toch wordt hij nog steeds aangespeeld. Ricardo De Paula, nu scoort hij wel. En zo brengt hij Lennik op 19-24. Toch nog steeds 5 setballen voor Mazaik. 19-24 dus. Bal gaat naar Kay van Dijk en die wordt afgeblokt door Radovic en Tim Joosen. Kay van Dijk. Herman zie al geen al te beste stop van Horstink en dat lost hij dan zo op. En dan een netfout door Horstink. 21-24 hier Robert Horstink. Duidelijk te zien dat hij bij het wegdraaien het net nog raakte. En dus een punt voor Lennik. Nog steeds setbal voor Mazaik. En Horstink zet nu zelf de puntjes op de i. En zo wint Mazaik die tweede set 1-1. Dus in setstanden. Tweede set gewonnen door Mazaik. 21-25. Nog eens dat laatste punt. En meteen beelden uit de derde set. Waarin Lennik 21-18 voorstaat. Vandaar dat er ook al flink wat spelers zijn gewisseld bij Mazaik. De man die net aanviel was Jan de Volderen. Een van de 3 nieuwkomers. Hier die aanval gestuurd door het blok van Lennik. Onder de namen bij Mazaik zijn Eloy en Roeks. Maar veel kunnen ze niet helpen aan die achterstand. Horstink doet dat wel. 22-19. Voorbije weken en maanden speelde Mazaik altijd goed in deze zaal. Kwam 2 keer winnen met 0-3. 1 keer in de bekercompetitie en ook 1 keer in de reguliere competitie. En die beelden zag u trouwens in Hands Up. 2 keer werd het 0-3. Hier een foute service van de Volderen intussen. Zo werd het 23-19 en een wissel intussen ook bij Lennik. Tom Schrijvers wordt even gewisseld voor zijn collega spelverdeler Joost Bormans. Horstink. Met een plaatsballetje. Slim gedaan. 23-20. En daar hadden Joosse en Radovic zich helemaal op verkeken. Horstink mag zelf gaan serveren. Robert Horstink, een van de weinige spelers die na vorig seizoen bij Mazaik is gebleven. Maar voorlopig is nog niet geweten of hij ook na dit seizoen in Mazaik zal blijven. Want er zou sprake zijn dat hij naar Italië zou kunnen. En ook bij heel wat andere spelers van Mazaik staan er vraagtekens of ze al dan niet hun contract zullen verlengen. Bij Lennik is dat intussen gebeurd. Hier nog eens die opslagmisser van Horstink. En de frustratie. Want zo werd het wel 24-20. En ook bij Lennik werd er een opslag gemist. Zo staat het 24-21. Het was Radovic die in de fout ging. En dus mag Mazaik weer gaan serveren. Joppe Paulides.
een van de Nederlanders bij Mazeik. En dan De Paula, een schitterende aanval. Vergeet niet dat hij zich in de tweede set licht blesseerde. En dan haalt hij uit met deze mokerslag. En beslist hij de derde set 25-21. Zeker verdiend voor Lennik. En dit zijn de eerste beelden uit de vierde set al. Met Monzio, de op één na beste middenblokker in België. Volgens de statistieken van de Volleyliga. En weer Tim Joosen die de bal keihard uitslaat. En kijkt nu aan het net. Toch nog wat opschudding. Hey, ik heb het al gezien. Johan Callens kunnen we ook op de achtergrond horen. Want nu krijgt Monzio een gele kaart. Een gele kaart voor provocatie. Hij provoceert. Ik hoop het wel in de hand. En Monzio, Schrijvers en Joosen die een verhaal komen halen. Maar het punt gaat dan toch naar Mazeik. Dus moet Lennik weer beginnen bouwen. En dat lukt ook aardig via Radovic onder andere. Hier gaan we dat nog eens te zien krijgen. Niet slecht aangespeeld, Radovic. Een klein sprongetje in die vierde set. Met trouwens een nieuwkomer bij Lennik. Gert-Jan Klaas die aan het serveren is. Staat 8-12 intussen. Een mooie fase. Heel goed verdedigd aan beide kanten. Horstink. Geen makkelijke bal. En weer wordt die gerecupereerd door Lennik. En die bal is volgens Tom Schrijvers binnen. Hier gaan we het beter zien. Valt die net voor de lijn of achter de lijn? Op dit beeld is het toch achter de lijn. Maar kijk, het vlaggetje van de lijnrechter gaat naar beneden. Daarmee wil hij zeggen dat hij binnen is. Uiteindelijk wordt hij toch uitgegeven. En gaat het punt weer naar Lennik. Maar niet lang getreurd bij Lennik. Hier Monzio, 9-13. Weer een kleine sprong in die vierde set. Horsting die valt aan. Bij 12-16 is die uit geweest. Of niet? Die bal. Niet volgens Horsting. Hier gaan we het zien. Is duidelijk in. Die bal is in, maar wordt uitgegeven. Is er hier sprake van compensatie? De Paula, een tweede keer. Dan maar naar Gert-Jan Klaas. Geen makkelijke bal om aan te vallen. Lamburn die onderhands de Voldre aanspeelt vanuit de 3-meterzone. Dat mag. En dan Gert-Jan Klaas slaat de bal duidelijk uit. En Vital Heijnen, de coach van Mazeik, bijna kreupel. Althans, zo laat hij toch blijken, maar het valt mee. Zo werd het 16-20. 4 punten voorsprong voor Mazeik. Dan een mooi plaatsballetje van nog een invaller bij Lennik, Yves Goffleau. Die toch nog wat kan milderen voor Lennik. En Goffleau mag zelf gaan serveren. Stond toen al 18-23 en hier maakt Horsting er 18-24 van. Over het blok eigenlijk van Radovic. Opzorgen bij Lebedeau. 18-24. 6 setballen voor Mazeik.
Krijgen we een tiebreak? Of niet? Voorlopig niet. En deze man is ook komen invallen bij Mazeik. De Braziliaanse spelverdeler Ferraz Eloy in de plaats van Pinheiro. Niet onbelangrijk om melden. En wordt het een vijfde set? Jawel, daar zorgt Stoikov voor. 19-25. Stoikov die Radovic klopt. En dus een tiebreak. Of Lennik nu wint met 3-2 of met 3-1. Het maakt niet uit. Omgekeerd ook niet voor Mazeik. Het staat dus 2-2. Winnen is gewoon de boodschap. Niet het aantal gewonnen of verloren sets levert hen iets op. Op 3 wedstrijden moet er 2 keer gewonnen worden. Dan zag u Labadou die het publiek nog wat opjutte. In die 5e set die u integraal te zien zal krijgen. Ook spanning op het gezicht bij Vital Heijnen. Monzio, niet makkelijk om te scoren daar. En Horstink die heeft het ietsje makkelijker. Zo wordt het 0-1 in die toch nog steeds 5e en beslissende set. Stoikov nog weer serveren. De Paula verschalkt het blok niet van Mazeik. Een tweede keer wel, maar geen punt. Maar wel een cadeautje voor Lennik. En daar is Joosten. 1-1. De bal was duidelijk in. Jong en oud gisteravond genietend in de sporthal Molenbos. Een hoogstaande wedstrijd, dat wel. Met heel veel mooie fases. Hier Horstink. Tussen het blok en de antenne in het straatje in volleybaltermen. En Schrijvers die geklopt was. Jan-Willem Roeks mag gaan serveren. Een van de meubelstukken bij Mazeik. Die er op het einde van het seizoen een punt achterzet achter zijn profcarrière. Althans, hij zal nog blijven volleyballen, heeft hij gezegd. Maar niet meer als profspeler. Mooi punt van Radovic. 2-2. En weer wordt Horstink aangespeeld. Daar komt hij weer. En nu is het De Paula die die aanval niet kon stuiten. Heel vaak wordt hij aangespeeld. Robert Horstink speelt uiteraard een beslissende rol in veel spelfases bij Mazeik. Dat kan eigenlijk ook gezegd worden van Tim Joosse. Joosse mag zelf gaan serveren. Joppe Paulides. Hij scoort nog eens niet zo vaak in beeld geweest. Niet echt zo'n hoogstaande wedstrijd van de jonge Nederlander. Donderdag wordt hij 24. Daar zelfs een opslagmisser van Horstink. Dat zag ook Anders Christiansson. Hij blijft er rustig bij. Wandelende volleybal encyclopedie. Aanval van Stoikov.
goed verdedigd. En intussen ook Tuzinski goed uitverdedigd. Dan Marianne de Volderen, die een zeer goede invalbeurt heeft gemaakt gisteren. Maakte weinig of geen fouten. De Gentenaar, Jan de Volderen. Hier, Ricardo De Paula. Zijn lichaamstaal was duidelijk. Niet te pakken, die aanval van de Volderen. Deze jongens mogen ook eens in beeld komen. Georg Wiebel is in de plaats van Paulides gekomen intussen en mag gaan serveren. Scott Tuzinski, mooi diagonale aanval. Voorbij Eloy en Roeks. Tom Schrijvers. Foute service van Tom Schrijvers op dit moment van de wedstrijd. In een tiebreak. Mag het eigenlijk niet gebeuren. En zo werd het 5-6. Een kostbaar puntje toch verloren. Dat hier wordt rechtgezet door Ricardo De Paula. 6-6. Laat zich op weinig fouten betrappen, Ricardo De Paula. Ik zei het eerder al. Enkele spelers die een contract hadden verlengd bij Lennik op de vooravond van deze wedstrijd. En Ricardo De Paula is daar eentje van. Ook Monzio en onder andere Radovic zijn erbij. Zag u intussen Jan de Volderen scoren via het blok. Zo werd het 6-7. Weer gaat de bal naar de Volderen. En weer is het punt. Geweldig, goede speler, die Jan de Volderen. En dit zijn Limburgse supporters, niet in grote getalen afgereisd. Wellicht van de sporthal in Maaseik vanavond wel afgeladen vol zijn. Voor de al dan niet beslissende wedstrijd in deze halve finale van de play-offs. 6-8, dus wordt er van kant gewisseld. Dat zag u intussen gebeuren. Tim Joossen. Niet echt goed opgevangen door Lamburn daar. De libero van Maaseik. Jan-Willem Roeks. Snoeihard door het midden. Mocht de beslissing vanavond nog niet vallen in die tweede wedstrijd, dan is er woensdag nog een derde en beslissende. En dan weer bij Lennik. Kan nog alle kanten uit, maar het zou best kunnen dat het weer een titelstrijd tussen Roeselare en Maaseik wordt. Dat is al sinds 1996, 1997, sinds dat seizoen niet meer anders geweest. Met 7 titels voor Maaseik. En 2 voor Roeselare. 8-9 de stand. Tim Joossen die scoorde hier. Langs Kay van Dijk onder andere. En die werd intussen gewisseld voor Jan de Volderen. Hier in beeld. Concentratie bij De Paula. Het staat 8-9 in het voordeel van Maaseik. En Gael Grwiebel. Wat deed hij met die bal? Vandaar het protest bij Lennik. Het leek meer op handbal dan op volleybal. Vanuit de ogen van Lennik dan toch. Nog even kijken. De bal was duidelijk in, maar of hij gedreven was, daarover besliste de scheidsrechter van niet. En dus ging het punt naar Maaseik, maar intussen werd het alweer goed gemaakt.
toch voor een deeltje. Tim Joosen die scoorde via het blok van Eloy en diezelfde Wiebel. 9 tegen 10. Nog 1 puntje en staat weer gelijk. Toch een prangend moment daarnet dus met die fase van Wiebel. En nu staat het alweer 10-10. Dus de stand weer in balans. Lennie kan weer beginnen en proberen op voorsprong te komen. Want die hele vijfde set was het voortdurend op achtervolgen aangewezen. Intussen nog eens de gekende wissel onder de spelverdelers bij Lennik. Bormans voor Schrijvers. En Joosen die mag serveren. Netfout van Scott Tezinski. Zo wordt het 10-11. En weer die wissel, ja, bij Lennik. Schrijvers weer in de plaats van Bormans. En Horstink die staat te wachten om te gaan serveren. Intussen nog eens de jongens die het vuile werk opknappen. ...10-11 voor Mazeik. Ricardo De Paula. En nu slaat hij uit. Ik zei het eerder al. Laat zich op weinig foutjes betrappen. Maar nu... een zeer cruciale fout misschien wel. Zo wordt het 10-12. Speelt die blessure toch partner. Die blessure uit de tweede set. En intussen een time-out aangevraagd door Lennik. Waar we even gaan proberen mee te luisteren. Guys, concentrate on this first ball. You ready for the net takes? You ready for anything here? Let's go. Come on, guys! Come on, guys! Come on! Come on! Come on! Jeez! Come on! Zeer korte pep talk was het. Hetgeen ik er kon uit begrijpen. De mannen die op alles moesten voorbereid zijn. Aan het net, maar ook in het achterveld. Dat was de boodschap van deze Mark Lebedou. ...10-12 staat het dus. 10-12 voor Mazeik. Radovic. Heel secuur afgewerkt daar aan het net. Nog geen slechte stop van de libero Caniedo bij Lennik. 11-12. En Goffalo die komt in de plaats van Scott Tezinski bij Lennik. 11-12. Ook voor het huisorkest is het aftellen. Zeer harde aanval, toch nog gestopt. Een harde aanval van Horstink. En dan kan De Paula scoren bij 12-12. Die bal werd nog aangeraakt. Onder andere door De Volderen. En weer een time-out. Even proberen te luisteren bij Mazeik. Een zeer spannend moment, sowieso. Veel zal Vital Heijnen niet gezegd hebben. Of willen zeggen, gewoon even het spel onderbreken. Wellicht op aandringen van deze Christiansson ook. 12-12. Die wordt aangespeeld, is Stoikov. Hij scoort niet. Dan maar weer naar Stoikov. En nu lukt het wel. Via het blok van Goffalo en Monzio. 12-13. Zeer belangrijk punt. Want Lennik moet weer achtervolgen.
Yves Flo, zeer spijtig vanwege dat foute blok en ook misschien omdat hij er weer wordt uitgehaald. 12-13. Flo eruit, Tuzinski erin. En De Paula nog eens. 13 gelijk. Nu moet het gaan gebeuren, dat weet ook Ricardo De Paula. Hij zat nu ook weer bewust op zijn rechter enkel landen. Tom Schrijvers met misschien wel het beslissende punt. Nee, hij slaat de bal uit. Het beslissende punt om op matchbal te komen dan toch. Maar nu gaat hij zomaar, gratis en voor niks, naar Mazijk. Ook wel een zware fout van Tom Schrijvers, die deze zaal als een binnenzak kent. Dat kan moeilijk gezegd worden over deze Eloy, maar hij gaat niet in de fout. De Paula ook niet. Hij scoort ook niet. En dan Stoikov. En hij slaat Mazijk met één been in de finale. Een nipte zege voor Mazijk is het zeker. 2-3 tegen Lennik. Vanavond om 8 uur weten we meer of Lennik nog op tijd gerecupereerd geraakt. De teleurstelling was groot bij Lennik sowieso en Mazijk toch tevreden. Hoe lastig was het? Want ja, het begon slecht, hè? Die eerste set dan toch? Ja, we wisten.